Incontinentie is het onwillekeurig verlies van urine. En er zijn een aantal oorzaken voor incontinentie. In de eerste plaats kan het zijn dat de sluitspier te zwak is en dat je daardoor de urine niet goed kunt ophouden. Het kan ook zijn dat de sluitspier in principe goed is, maar dat je blaas overactief is, waardoor de urine weer verloren gaat. En er zijn ook patiënten die een combinatie van die twee factoren hebben. De schattingen van het aantal personen die in Nederland lijden aan incontinentie lopen een klein beetje uiteen. Hangt een beetje af van wat je als definitie aanhoudt van incontinentie. Maar we weten wel dat ongeveer 500.000 mensen in Nederland aan een wat ernstigere vorm van incontinentie lijden. En het zijn zeker niet alleen, laten we zeggen, de oudere patiënten of de vrouwen in de menopauze die alleen maar aan dit probleem lijden. Natuurlijk zijn dat wel de patiënten die een groot deel uitmaken van de groep van incontinenten, maar het is zeker zo dat ook op andere leeftijden, ook bij kinderen, incontinentie veel voorkomt. En het is belangrijk met name dat ook die groepen die wat minder in de aandacht staan, dat die meer aandacht krijgen, omdat je met name wanneer je op de jongere leeftijd gaat behandelen, vaak veel betere resultaten kunt bereiken. En verder is het nog zo dat wanneer je jonger gaat behandelen, je misschien ook kunt voorkomen dat op de oudere leeftijd ernstige problemen optreden. Er wordt helaas in Nederland nog te weinig, vinden wij van de Continentiestichting Nederland, onderzoek gedaan naar incontinentie. En dat heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat je aan incontinentie niet doodgaat. Het is in Nederland makkelijker om geld te genereren voor onderzoek naar ziekten waar je wel dood aan gaat. Dat spreekt de mensen toch meer aan. Incontinentie is een probleem wat vooral de levenskwaliteit van de mensen aantast en als zodanig ook heel erg is. Maar helaas is het wat moeilijker om daar geld voor in te zamelen. En dat is een van de redenen waarom dat de Continentiestichting Nederland zich daar speciaal voor wil gaan inzetten. De Continentiestichting Nederland heeft eigenlijk twee hoofddoelen. In de eerste plaats willen we ervoor zorgen dat het onderzoek naar oorzaken en naar de behandeling van het probleem incontinentie gestimuleerd wordt. En daarmee hopen we dan uiteindelijk het lot van de incontinentiepatiënt te verbeteren. En in de tweede plaats willen we graag de patiënten en anderen die op de een of andere manier te maken hebben met het probleem incontinentie, zo goed mogelijk, dat wil zeggen zo objectief mogelijk en zo onbevooroordeeld mogelijk informeren over het probleem en over de behandeling daarvan.